Hallo allemaal, ik ben Nerf Kouwe, voor als je niet wist. En welkom bij deze unboxing review van de Nerf Star Wars Rogue One Sergeant Jyn Erso Blaster. Of zoiets. Gewoon Jyn Erso heet. Het heet gewoon Sergeant Jyn Erso. Goed, ik heb natuurlijk gezegd dat ik dit soort blasters niet zou reviewen. Maar ik heb voor de kerstvakantie Star Wars Rogue One gezien. En het is mijn all-time favorite Star Wars movie ever gewoon. Ik ben gek nu op Star Wars. Ik heb sowieso alle films hier liggen. Niet alleen, dan alleen Rogue One natuurlijk niet. Maar ja, ik ben zo'n fan van Rogue One dat ik uiteindelijk toch maar de beslissing heb genomen om deze blazer te kopen. Alleen deze blazer zal ik kopen van Star Wars voor nu. Er is hier ook nog een DX-version, een of andere speciale versie hiervan. Daarbij krijg je een barrel, een scope en een stock. En dat is een versie die ik waarschijnlijk, misschien dat ik deze versie dus dan opnieuw koop. Maar dan die blauwe versie. Ja, die is blauw. Maar dat komt vanwege het feit dat die, hij komt feitelijk met een Spectre barrel. Hij komt met een range scope van de Modulus long range kit. Die is helemaal blauw. En hij komt met de Raider Stock. En de Raider Stock, dat is gewoon feitelijk de beste stock, hoor ik van iedereen. Ik heb hem zelf nooit de Raider gekocht. Ik heb de kans nooit gekregen, maar die zou ik heel erg graag willen. De Modulus Series komt wel met een soort van stock die ook uit kan klappen. En daar kan je gewoon darts in de stock doen. Die ga ik waarschijnlijk wel kopen. Puur omdat die gewoon uit elkaar dan kan en wat groter wordt. Dat vind ik heel fijn. Maar ja. We gaan er voor de rest niet over. Ze hebben ook nog van een andere Star Wars blaster. Hebben ze ook een soort van reshell-achtig dingetje. En die is dan groen. Die is wel te koop. Die heb ik op Toys R Us gezien. Maar ik heb geen zin om €65 te betalen voor een blaster. Dat feitelijk een repaint is. En niet met van dat soort coole accessories komen. Niet zoals dat de Raider Stock bijvoorbeeld komt. Want de Raider Stock heb ik al in jaren niet gezien. Niet in een beetje die staatachtige dingen. Dus ja. Als die ooit uitkomt, als die ergens op een site uitkomt waar ik altijd mijn nerfspullen haal. Dat staat natuurlijk in de beschrijving waar ik mijn nerfspullen haal. Dan koop ik hem voor, ja, het maakt niet heel veel uit. Gewoon als het onder de €100 is, ik koop het. Want ik wil gewoon een Raider stak. Goed, dit is in ieder geval de blaster. Het is een open face box. Ja, dus je kan de blaster aanraken en dus beschadigen. Voor de rest heeft het ook een Try Me feature. Hier zo. Er zitten al batterijen in dus. Hij kan dus al schieten. Hij maakt geluid wanneer je dit doet dus. Dat is een nieuwe feature die erin hebben gedaan. Voor de rest staat hier Close Strike Abilities. Met Jyn Erso natuurlijk. Voor de rest zitten al vier AA batteries in. Dat zijn ja, dit soort achtige batteries. Die zitten er al in. Maar die zijn nog niet, die zijn niet helemaal vol en alles. Die zijn niet helemaal top. Dus die ga ik waarschijnlijk er wel opnieuw in doen en zo. Nou, het is elektrisch Disney. Het is verbrandend met Disney en Hasbro. Voor de rest hier nog Star Wars Rogue One. Sergeant Jyn Erso, de blaster. 6 plus. En voor de rest de blaster met Nerf en alles erbij. En ik kan al zien, de blaster is dun. Holy damn. Het is feitelijk een Strife reshell. Maar laten we eerlijk zijn, de Strife is de beste blaster die eigenlijk feitelijk ooit heeft bestaan. Het is klein, het is motorized, het is clip system, het is magazine system. Je kan er allemaal leuke attachments op doen en zo. Het is gewoon een top blaster. Het komt met goede ranges ook en zo. Dus ja, en je kan hem heel makkelijk modify. Het is, ja, gewoon makkelijk. Voor de rest op de achterkant staat er niet veel bijzonders. Gewoon hoe de blaster werkt en zo. En voor de rest staat hier ook nog Sergeant Jyn Erso, Deluxe Blaster, Pistol. Er is ook nog een pistol van, maar die ga ik niet kopen. Er is ook nog een andere blaster en dat is een Stormtrooper Blaster, dus die koop ik ook niet. Grab this dark firing blaster and charge into battle like the Rebel Alliance Soldier Jyn Erso. Het heeft voor de rest dus lichtgevende features. Het heeft met glow-in-the-dark darts. Daar wist ik niet van. Het is motorized. Laser blast sounds. Tactical rails. Magazine. Warning labels en alles. Ja, StarWars.com en StarWars.hasbro.com. Ik wist niet dat ik met glow in the dark darts kwam. Dat wist ik nou weer niet. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd nu.
Deze video duurt altijd wel weer te lang eigenlijk. Maar laten we maar even gaan openen. Oh ja, ik zal even de camera richten op. Oh, daar gaat de camera naar mijn dak toe wijzen. Dat moet niet. Ik ga even zo doen. Ik doe jullie even wat lager zo. Huppakee. En dan kunnen jullie ook alles zien. In ieder geval. Dat zit al los. Ja, de mensen, er vroegen wat mensen dit, of ik het zo kon doen. Ja, helemaal top jongens. Als jullie het zo willen zien, ik doe het wel. Ik heb er niet zoveel problemen mee. Met de box zo op deze manier laten showen. Nou, voor de rest instructies zo te zien. Ik denk niet dat we die echt nodig hebben. Nou, voor de rest zit er niks bijzonders onder. Oh, het heeft van deze elastieke dingetjes. Die zijn wel fijn. Die zijn fijner dan die kartonnen dingen. En dan, wat? Dit is helemaal clear. Het is gewoon oranje en helemaal clear. Feitelijk een beetje een Rapid Strike magazine, maar dan oranje gewoon. Dat is wel gaaf. Dat vind ik zelf wel heel gaaf. Zo. Deze gaan veel makkelijker los ook, die plastic dingetjes. Zo. En... zo. Oké, dat is dat. En dan nog even deze. De darts natuurlijk. Ja, zonder darts kunnen we niet huren. En ik wil gewoon lekker kunnen schieten. Ik heb geen idee hoe ik dit allemaal ga openen. Maar dat boeit me ook niet veel. Zo, even kijken. Zo, het komt met 6 darts. Nou, wat natuurlijk wel kan kloppen als je een 6-dart blaster bent, natuurlijk. En ja, oh ja. Net zoals dat er bij de Han Solo blaster en de Race blaster kwam. Het heeft een doorzichtig tipje een beetje en het is wat anders. Voor de rest gewoon dik foam. En er staat Star Wars op en Nerf natuurlijk. Nou, voor de rest kunnen we dat een mooie mesje wel weer wegdoen. Nou, hij is niet echt mooi meer. Ik moet echt een nieuwe hebben. Voor de rest, 6-dart magazine is gewoon een normale 6-dart magazine. Er is niks bijzonders aan. En natuurlijk heb je de blaster en je hebt ook nog instructies en alles. Maar ik heb die niet echt nodig, denk ik. Want dit is feitelijk een strike. Dus... en dat is gewoon te leuk om te doen. Ik zal even de camera weer op mij richten. Goed, de blaster is heel dun. Dat is in ieder geval. Maar ik heb... dit voelt echt heerlijk. Het is een beetje... een soort van designed alsof het een echt geweer is, als ik zo mag zeggen. Ik heb zelf met echte geweren geschoten. Doordat een vriend van mijn vader bij het leger werkte. En toen er een open dag was, kon je daar dus met een echt geweer in je handen. En je kon ook schieten en alles. En dat was echt awesome. En ja, voor de rest, even kijken. Volgens mij is die meteen... dat is wel leuk. Ah ja, de magazine release is ook wat hoger, net zoals bij echte geweer. Het is echt een beetje gebaseerd op echte geweer. Dat voelt ook een beetje zo met deze ribbeltjes en alles en die handle en zo. En gewoon bij de magazine release. Ik vind het wel een chille magazine release. Voor de rest om alles er zo makkelijk uit te pakken, het is fijn. Voor de rest heb je ook nog een access door natuurlijk. En het voelt gewoon heel fijn. En dat laser, dat is gewoon tof. Als je bijvoorbeeld gewoon een beetje cosplay-achtig bent. Als je niet weet wat cosplay is. Gewoon dat je verkleedt als een filmpersonage, weet je. Bijvoorbeeld als je van Star Wars kijkt naar en je gaat als Darth Vader bijvoorbeeld. Dan is dit gewoon heel erg gaaf om te hebben. Of gewoon... ja, als kind is dit gewoon tof om een Star Wars blaster te hebben die dit doet. In plaats van dat hij alleen schiet. Natuurlijk, schieten is gewoon gaaf, maar voor de rest dit erbij, dat is gewoon leuk. Dat kan ik voor de rest ook niet aan het zeggen. Als ik nog eventjes rond de 10 jaar was of zo, ik was hier helemaal stuk. Want ik zou hier echt continu dit mee doen. En gewoon de hele tijd doen alsof ik een of andere rebellion ben of zo. Maar ja, dat is wel. Nou, voor de rest de drop... ja, van de magazine. Dat is een ander verhaal. Maar ja, voor de rest, even van de voorkant naar de achterkant even kijken. Je kan er een barrel doen. Voor de rest is dat gewoon, ja, wel chill. Standaard voor een Strive-achtige blaster. Voor de rest heb je hier de laser-achtige dingen. Er komt een soort van groen licht doorheen.
Voor de rest heb je een soort van foregrip. Is vrij comfortabel. Het is vrij comfortabel. Het is heel erg comfortabel. Het heeft van die ribbeltjes namelijk erdoorheen. Het voelt gewoon heel chill en zo. Het heeft een soort van plastic side hier nog aan de voorkant. Kan je zo zien. Maar ja, het is een Nerf Blaster. En het schiet darts. Dus het is niet echt accurate of zo. Het schiet niet echt recht. Voor de rest is dat ook meteen waar de batteries in gaan. En voor de rest heb je nog boven een Tactic Grill. Voor de rest, het design hier is heel erg gaaf. Je hebt hier nog van die echt van die grijze dingen. Dit heb je ook op echte geweren. Deze kan voor de rest alleen niet open. Voor de rest heb je nog Star Wars staan. Voor de rest heb je natuurlijk de magazine erin zitten. En waar je de magazine in doet. Hij zit veel lager dan ik dacht. Ik dacht dat hij wel een beetje hier zo zou zitten. Maar niet hier. Nou ja. Voor de rest zit hier nog de magazine release. Daar klik je in. Normaal zit hij hier zo. Maar nu zit hij hier. Ik vind het eigenlijk heel comfortabel. Gewoon zo, huppakee. En dan erin doen. Voor de rest de jam door, access door. Hoe je het ook wil noemen. En voor de rest hier aan de achterkant heb je nog een stock attachment point. Dus daar kan je gewoon elke Nerf stock een beetje aandoen. En voor de rest de handle. Want die is heel comfortabel. Het is een beetje dun en het is gewoon fijn. Het is gewoon groot ook nog voor mijn hand. En ja, voor de rest de trigger is fijn. En de lader is ook heel fijn. Ah, zodra je de omreft, dan gaat die glowen. Dat kan je denk ik wel zien een beetje zo. Ja, dat kan je denk ik wel zien. Ik denk dat deze misschien zelfs ook een beetje modification job gaat doen. Gewoon standaard stripe modifications, aangezien het een stripe is. Ik ga voor de rest even kijken hoe het er van binnen hier uitziet. Eventjes. Qua batterijen, wat erin zit. Er zitten alkaline batteries in. Oké. Die zitten niet echt heel erg vol. Ik ga even. Deze zijn nog aardig nieuw. Kijk hoe dat het dan klinkt. Ik heb maar 4 AA batterijen nodig. Deze zullen behoorlijk snel leeggaan, die alkaline batteries, kan ik je zeggen. Ik ga ze voor de rest denk ik wel erin houden, maar je zal er niet veel mee kunnen doen voor nu. Ja. Zo, even kijken. Gaat die even dicht. Ja, op zich niet heel veel verschil eigenlijk. Het valt op zich wel mee. Dus ik doe gewoon de normale alkaline batteries erin. En dan doe ik die andere wel voor later gebruiken wanneer deze leeg zijn. Wanneer die alkaline batteries leeg zijn. Ik merk niet veel verschil qua geluid en zo. Dus ik denk niet dat er veel anders in zit of zo. Dat veel verschil uitmaakt. Ik denk dat deze nog wel aardig vol zitten dus nog. Dus ja, dat is op zich wel fijn dat je nog aardig volle batterijen krijgt. Misschien is dat niet bij elke versie zo. Dus check bij jouw versie ook gewoon of de batteries eigenlijk wel nog even goed doen als met volledig volle batteries. Ja, ik noem het snel batteries, jongens. Ik ben te veel Engels gewend. Dus ja, daar kan ik voor de rest niet veel aan doen. Ik heb het al vaker gehoord van vrienden van mij en zo dat ik te veel Engels praat. Maar ja, daar kan ik ook niet heel veel aan doen. Als je in het dagelijks leven ook heel vaak Engels moet praten in een winkel. Ik denk dat het tijd wordt om te schieten. Ik kan voor de rest niks anders zeggen dan dat dit de blaster is en dat die top is. En dat we gewoon nu gaan schieten. Want ja, dat is wel wat een blaster moet doen. Hij moet kunnen schieten natuurlijk. Dus ja, en voor de rest de glow in the dark feature. Ik denk dat die gewoon werkt. Ik weet niet zeker of je dat goed gaat zien op de camera. Ik kan het wel doen als jullie dat willen. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. Ik denk dat ik gewoon eerst even. Ik schiet eerst gewoon die 3 darts normaal. En dan de andere 3 doe ik al glow in the dark. Kijken of dat werkt. Dus ja. Laat ik de camera maar even omdraaien. Zo. Oké. We schieten gewoon daarin. En dan zien we wel wat er gebeurt. Wow. Het ziet op zich niet heel verkeerd eigenlijk. Laten we nu de glow in the dark feature doen. Dus ik ga het donker maken hier. Ik denk dat jullie dit wel zien nu.
Ja, dat is best awesome. Je kan ze daar ook nog zien zelfs. De glow in the dark dart. Je ziet ze daar, zachtjes daar ook nog wel liggen. Dus ja, de glow in the dark feature werkt dus wel goed. Voor de korte tijd dat hij heeft om die glow in the dark darts te doen, is het wel best wel snel gedaan. Het zijn goede glow in the dark darts. Het is een goede glow in the dark feature. Ik denk dat dit op zich wel een nieuwe favorite kan worden. Zeker voor kinderen is dit gewoon echt top. Dat is gewoon heel leuk. Dat is gewoon leuk. Voor iedereen is dat gewoon leuk om te hebben bij een blaster. En het is een stripe, dus het is een goede blaster. En het heeft gewoon een gave shell. Het ziet er gewoon cool uit. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik deze blaster best wel goed aanraak. Ik heb mezelf voor bol.com voor 22 euro. Zo duur is die daar nu. Dus dat is echt een hele goede prijs. Vergeleken met andere sites waar die een stuk of 30, 40, 50 euro tot 60 euro zelfs is. Dus ik zou snel naar bol.com gaan. Het staat in de beschrijving. En ja, dat is het eigenlijk wel. Daar had ik gewoon even zin in. In ieder geval, allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie gewoon weer later.